dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een vlog. Ik ben namelijk weer op de stal. Ik ben nu bezig met de stal aan het uitmesten. Ik ben nu bij die van Senna. En ik heb de paarden allemaal eventjes in de bak gezet. Want het is best wel warm. En er zijn weer heel veel vliegen. Dus we zetten ze vaak overdag op de stal. 'S Avonds naar buiten en 's nachts. En ja, daardoor moet ik nu wel stal uitmesten. Maar ik heb ze net allemaal even in de bak gezet. En ik ben van plan om vandaag Nerfion weer te gaan rijden. En met Baron wat grondwerk te doen. Want mijn moeder die kan vandaag niet, dus ik ga Baron vandaag trainen. En ik ben eergisternacht teruggekomen van vakantie. Dus ik heb wel weer lekker zin om weer lekker met Nerf te doen. Nerf heeft ook 2 weken vakantie gehad. Dus ja, het is wel weer tijd om weer even wat te gaan doen met hem. Ik ga eerst de stal even afmaken en daarna ga ik Nerf even halen. Zadel is al op. En zoals jullie misschien kunnen zien heb ik een nieuw dekje. Deze heb ik gekocht in Spanje toen ik op vakantie was. En hij is rood. En ik dacht eerst van, ik wilde een blauwe. Ik zag ook een blauwe van deze. En die vond ik ook heel mooi. Maar toen dacht ik, ja, ik heb al zoveel blauwe dekjes. Ik moet hem alleen nog wat meer aansingelen. En zijn hoofd zijn er nog om. En mijn laarzen moeten nog aan. En dan zijn we ready. En ik ga ook eventjes nekroop proberen te rijden op het einde. Even wat stappen en misschien een stukje eraf. En ik heb daar dus een soort van touwtje voor. Ik gebruik altijd dit ding. Gewoon zo'n lekker simpel touwtje. En dan gaan we gewoon eventjes een beetje oefenen. En dan, ja Nerf, gaan we weer rijden, kind. Ik ben klaar met rijden en eigenlijk ging het best wel goed. Ik heb ook nekroop gereden en dat doen we eigenlijk helemaal niet zo heel vaak. Maar ik wil het wel graag een beetje oppakken omdat ik het wel heel erg leuk vind. En we kunnen eigenlijk alleen nog een beetje stap en heel klein stukje draf. Vandaag was ook de eerste keer dat ik echt in draf heb gereden met nekroop. Ik had gewoon een knoop in de teugels gelegd en voor de rest gewoon verder met nekroop gereden.
En het dressuur ging op zich ook wel goed. Het was de tweede keer na mijn vakantie dat ik er weer op zat. Dus het is weer even wennen. Ik merk wel dat Nervion stelling best wel lastig vindt. En binnenkort krijg ik ook weer les. Dus dan gaan we ook weer hard aan het oefenen. Maar hij is nog zo niet recht. Ja, geen enkel paard helemaal recht. Maar hij is nog best wel heel erg scheef. Waardoor het gewoon voor hem heel erg lastig is. Dus ja, daar gaan we ook aan werken. Ik ga nu Maron even halen en gaan we even wat grondwerk met Maron doen. Oké, ik heb besloten om toch eerst eventjes een video op te gaan nemen. En zo meteen even wat met Maron doen, want hij laat zich nu even niet vangen. Maar ik ga dus eerst even een video opnemen. Ik ga onder andere een video over Maron maken nu. Ik ga jullie namelijk wat meer uitleggen wat er nou precies met hem aan de hand is. Wat we nu precies met hem doen, wie hem nu precies traint en dat soort dingetjes. Zodat je iets meer duidelijkheid hebt. Ik moet alleen even een goed plekje vinden, want buiten waait het best wel hard en het begint volgens mij ook een beetje te regenen. Dus ik ga nu zo eerst heel even kijken of ik hier ergens kan gaan zitten. Poging tot video maken is een beetje mislukt. De camera die zit vol, tenminste bijna vol. En ja, dat was een beetje balen, want ik wilde dus een leuke video over Maron opnemen. Maar dat moet dan maar morgen of een andere dag. Omdat ik natuurlijk deze vlog al ben aan het editen, of editen... opgenomen heb, omdat er ook beelden van het rijden op staan, ja, is het best wel lang bestand geworden. Dus daardoor zit er nog iets van 6 minuten filmtijd op. Dus ik kan deze vlog nog net afmaken. Dus ja, de video die kan ik dus niet opnemen. Ik wilde eigenlijk Maron nog eventjes doen, maar ik weet niet of ik hem nog te pakken ga krijgen en of ik nog zoveel zin heb. Dus ik ga nog heel eventjes kijken en ik blijf hier vannacht ook slapen. Dus ik denk dat ik zo meteen ook maar de vlog maar eventjes ga afsluiten, omdat ik toch niet meer zoveel ga doen nu. En ja, ik ga eerst nog even kijken of ik Maron nog ga doen. Nou, ik ga de vlog toch maar even afsluiten, omdat ik nog maar 6 minuten kan filmen. En als ik dus grondwerk ga filmen met Maron, dan past het er toch niet meer op. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog en te abonneren hieronder als je geen video van mij meer wilt missen. En vergeet zeker niet even een reactie achter te laten of jullie ook wel eens met nekroop rijden. En zo ja, hoe jullie dat je paard hebben aangeleerd. Want het is best wel lastig nog. En ja, ik zie dat toch wel heel veel mensen het wel kunnen. En dat vind ik toch best wel knap eigenlijk, want ja... Ik dacht niet dat elk paard het zou kunnen. Dus vergeet zeker niet even te reageren of je paard of jij al kan nekroop rijden. En bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Doei!